Maar ik vind het vooral heel erg moeilijk dat ouders toch in een hevige gemoedstoestand met de media geconfronteerd worden en niet helemaal goed kunnen overzien, mogelijk, dat weet ik niet. Ik hoop dat ze later terugkijken dat ze de juiste keuzes hebben gemaakt. Het eerste hoofdonderwerp, dus precair. Tijdens het 8 uur-journaal gisteren opnieuw aandacht voor de dood van de 14-jarige Esmee in Leiden, waarbij ook een foto werd getoond. Met expliciet erbij genoemd dat de ouders toestemming gaven om de foto te tonen. Jaap, snap jij de keuze om die foto te laten zien, om het slachtoffer een gezicht te geven? Ja, dat snap ik. Dat hebben wij zelf bij het AD ook gedaan. Neem niet weg dat het inderdaad een heel lastig onderwerp is. Dat wat ook heel weinig voorkomt in Nederland, gelukkig. Hè? Ik bedoel, we hebben weinig ervaring mee als je terug moet denken van oké, wanneer is dat eerder gebeurd? Mm. Als het gebeurt, is het meestal een zoektocht. Weet je, het bijzondere hieraan is ook dat iemand gevonden wordt in een park. Dus dat is ook de reden waarom we dat gaan beschrijven. Mm. Neem niet weg dat mensen het niet fijn vinden om te lezen. Het is natuurlijk niet leuk om te brengen. Toevallig bracht ik gisteren een bruggetje mijn jongste kind naar bed en ik liep naar beneden en mijn oudste zoontje zat het Jeugdjournaal te kijken. En dan hoor je dat het over dit onderwerp gaat. Had ik niet moeten doen. Dus ik sprint naar beneden. Even om maar te wijben. En dat betekent niet dat ik vind dat het Jeugdjournaal het niet moet brengen. Maar ja, het betekent wel. Je moet wel kijken met ouderlijk toezicht, bedoel je? Nou ja, dat zei ze met Jeugdjournaal toevallig wel. Van luister kind, dit gebeurt, dit brengen wij omdat het nooit gebeurt. Ja. Dus dat je niet hoeft te schrikken of zo. Maar het is wel, Maar waarom moet die foto dan ook gepubliceerd worden? En die foto, moet het of niet? Kijk, om het. Daar kun je van zeggen, het hoeft niet. Maar wel om het duidelijk te maken, wat is het de achtergrond? Als je puur het feit brengt van er wordt iemand gevonden in een park. Ja. Dan gaan mensen ook vragen stellen. Dit is ook met toestemming gedaan. Dus Je merkt dat ik een beetje vastlopen. Je worstelt er een beetje mee. Je worstelt er mee. Maar goed, dat je een foto brengt, dat is denk ik. Ik weet niet wat jullie van vinden, maar wel. Barbara? Ik had ook jullie redacteur aan de telefoon. Ik vind het, wat moeten we hiervan vinden? En ook degene die haar gevonden heeft, die daarover vertelt, volgens mij kan je hier niemand een verwijt in maken. Ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Ik denk dat je vooral rekening moet houden met wat de familie wil. Dus als de familie dat allemaal niet had gewild, dan hoop ik dat je dat respecteert en niet doet. Maar in dit geval hebben ze toestemming gegeven. Het is. Ja, die familie heeft natuurlijk geen media-ervaring, hè? Dat kan je afvragen. Maar het is een hele lugubere zaak. Zeiden ze op het Jeugdjournaal dat het nooit gebeurt? Want dat is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk. Nooit weet ik niet, maar wel dat je niet. Maar nee, ik weet niet wat je daarvan moet vinden. Het lijkt me een hele moeilijke keuze. De journalistieke vraag is hier misschien wel. Kijk, er is een verdachte aangehouden. Ja. Daar horen we nu ook, kenden het slachtoffer. Dus die, de turnleraar, toch? Dat is geloof ik nog niet bevestigd. Maar dat wordt door sommige media gemeld, inderdaad. Dus voor de opsporing hoef je die foto niet te verspreiden. Het is niet zo dat ze wordt vermist of zoiets dergelijks. Nee, maar is het niet verder een zaak voor de politie? Het is een nieuwsfeit. We brengen dit. De foto is daar onderdeel van om dat te schetsen van de achtergrond. Het maakt het menselijker als je een foto ziet en niet een nummer of zo. Alleen en tegelijkertijd voel je als je erover praat, toch? Ook, ja, je merkt het, ja. Je voelt er ongemak bij. Maar doordat je er een foto aan koppelt, kunnen mensen zich daaraan relateren of zo in plaats van een kind. Ik denk dat dat het is. En dan zie je een onschuldig 14-jarig meisje. Marjan Olvers, volg jij die worsteling? Ja, die volg ik ook. En ik ben natuurlijk ook consument van het nieuws. En we willen ergens. Dit is het meest gruwelijke wat je als ouders je maar kunt voorstellen of zo. Dus we willen wel weten, hoe zit dat? Hoe is dat gebeurd? Wat ging er aan ten grondslag? Ik bedoel, ik hoop dat we ook wat achtergrond krijgen. Hè? Heeft er grooming plaatsgevonden? Maar ik vind het vooral heel erg moeilijk dat ouders toch in een hevige gemoedstoestand met de media geconfronteerd worden en niet helemaal goed kunnen overzien, mogelijk. Dat weet ik niet. Ik hoop dat ze later terugkijken dat ze de juiste keuzes hebben gemaakt. Maar ik denk de impact die media op jou ook als gezin kan hebben. Dat het snel wordt onderschat. Ja. En ik begrijp vanuit de media dat daar een menselijk gezicht bij hoort. Een prachtig jong meisje. Verschrikkelijk. Dus daar wil je ergens ook een beeld bij hebben. En tegelijkertijd voel ik ook wel dat op Facebook of wat dan ook zal wellicht die foto wel lang rondgaan. Hè. Dus ik vind hem heel ingewikkeld. Maar ik voel me er wel ongemakkelijk bij.
Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.